Jeroen, 12 maanden geleden moest wel met de ogen knipperen wat er gebeurde. Nu staan we hier opnieuw. Je blijft verbazen. Ja, ik weet ook niet. Het is, ik had hier natuurlijk wel van gedroomd om na dubbel goud vorig jaar hier weer dubbel goud op mijn droomconcours te halen. Alleen dat scenario, ja, daar durf je eigenlijk niet eens aan te denken, want dat is bijna te mooi om waar te zijn. En, ik heb me gruwelijk gefocust eerst op de teamprestatie. Om in ieder geval die in de wacht te slepen. En dan ga je ook voor die dubbel ga je gewoon. En, mijn paard is super, super, super fit. En top in vorm. Ik voelde wel dat het erin zat, maar het moet nog wel gebeuren. En toen Waterlee dan dat foutloze rondje had, ja, die bracht wel heel veel druk op mij, dan moet ik eerlijk zeggen. Dan weet je dat je niks meer kunt voorloven. Maar het voelde fantastisch. Zenit gaf me veel zekerheid en was goed. Jeroen, we hebben enorm van je genoten. Dankjewel. Dankjewel.